je voorstellen? Firmijn van Eyck. Ja, ik ken Firmijn ook vanuit een tijd dat we samen toneel speelden bij de Liefhebbers. Oh. Ja, en heden ten dagen ben ik de voorzitter van de Liefhebberskring in woord en daad. En ik ben er altijd graag bij als er eens kan gaan lachen worden. Ja. Nu hebben we u goed bij een pintje in Frank. Ja, ja, ja. Wat gaat doen? Ah ja. Nou, pak me maar vast. Ja. Nog zo laat aan het werk? Wat waren die plotse ijvers? Aan het werk? Ja en nee, maar eigenlijk is dit een heel persoonlijk project, Marian. Heel persoonlijk. Ah, oh, ik hou van jou. Ja, dat is goed. Is goed. Ik allee. Ben zot van u. Ja, dat is goed. Dat is een heel, heel persoonlijk project, Marian. Heel persoonlijk. Dat vind ik nu een pracht van een projectie. Echt. Dank u, Marian. Maak mijn foto terug, alstublieft. Allee, niks is u te veel om Martien te bewijzen hoeveel je van haar houdt. Zo, allee, vlak voor het vertrek. Hartverwarmend, vind ik. Ja, dank u, Marian. Maak mijn foto terug, alstublieft. Okay. Ja, merci. Oké, okay, deze heb ik nog vergeten. Huh? Uw ranke, slanke benen. Ja, ja, Marian. Ik weet wat erop staat. Hè. Ik weet het. Zeg, en waar gaat je al die lieve briefjes stoppen? Want het zijn er misschien wel 50. Nee, 69. Oh, 69. In een apart koffertje? Maar nee, ik dacht zo hier en daar. En wel. Ja, voordat je weer op mijn kap zit, ik ben gewoon gaan studeren bij Titus. Titus? Titus? Titus, ja, is een nieuwe jongen op school. En ik heb hem geholpen voor zijn examen vanmorgen. Dat kun je zelf toch niet verzinnen? Titus. Nee, dat is waar. Arme jongen, hè. Dat is een arme jongen. Zeg, en, heb jij ook examens? Spiekertjes gemaakt? Zo zou je dat kunnen noemen, ja, ja. Uw papa is zich aan het uitsloven. Want uw mama vertrekt namelijk morgen op reis. Maar niet met uw papa, maar met Werner van Ter Smisse. Een soort relatiegeschenk in verband met de broodjeszaak. Ja, ja, nee, maar nu begrijp ik het. Fimke had mij proberen wijs te maken dat zij mocht meegaan. Ja, maar jongen, vergeet het, hè. Werner heeft het gewoon aan mama gevraagd. En ze heeft ja gezegd. Ja, die zei ja, ja, ja. Dat is niet tof voor u natuurlijk. Nee, ja, in gedeel nee, neem ik pas op. Nee, ja, hey, maar hey, pas op, maar uw papa heeft wel zijn voorzorgen genomen, hoor. Zie hier. Oh. Ik vraag me toch nog altijd af waar je al die briefjes gaat steken. Wel ja, een blouse of een t-shirt of een BH of een slipje. Maar jaloers? Nee. Sam, jongen, mama is daar zeer gevoelig voor. Elke keer dat ze zo'n briefje zal vinden, zal ze aan ons denken. Hè. Aan ons, hè, Sam. Heel belangrijk. Oh. 69 van die kribbeltjes. Allee, Marian, je kent Martien toch? Die smelt als ze zo'n briefje vindt. Hè? Dat is... Alhoewel, ik vraag me af waar ze nu is. Want ik had gezegd dat ik lasagne zou maken. Mijn lasagne. Hè? Uw lasagne. Ja, dan is u wel vergeten. Nee. Actief moet gelijk zijn aan passief. Ja, ja, klopt. Maar wat doet hier dan mee? Oh, maar joh. Allee, want dat is... Nu heb ik alleen nog maar mijn voeten onder tafel steken. Een bad nemen en gaan slapen. Je hebt gelijk. Pak het er maar eens goed van, kind. Ik hoop dat Jan lekker gekookt heeft. Ja. En morgen rond een uur of 10. Ja? Ja. Ja, ik zal er morgen ook niet zijn. Ah, nee. Amuseert u, hè? Ik zal me wel amuseren. Met Lily. Allee, hè? Ik denk dat dat ons allemaal vreed veel deugd gaat doen dat hij in een paar weken weg is. Ja. Allee, kom. Bon, je hebt dus vrouwen die keus genoeg hebben en dan hebben er die geen keus hebben. Rosa, een tournée generaal op mijn kosten. Nee, Rosa, krijg eens een pintje. Profiteer ervan, Franske. Ik trakteer.
Een kopje champagne of een whisky? Geef morgen een gewoon pintje, kom. Zeg maar, mag ik eens wat die stellen? Roos, het was formidabel. Hè? Ja, dat zie je toch aan Frank zijn gezicht? We hebben hem eindelijk een goed liggen gehad, hè? Eindelijk. Ja, voor €1000. Ja, kijk. Zien we er niet uit gelijk een bijouke? Ja, maar je ziet er echt heel schoon uit. Ja. Chique, hè? Chique. Die monniken ziet er ook heel chic uit. Ik hoop alleen dat dat niet echt is. Ah, dat zal nogal eens niet. 100% konijn. Och, arme konijn. Wij hadden Frank echt goed leren. Mok, het was wel mijn gedachte. Dankzij Firmin, onze hoofdrolspeler, is mijn plan eindelijk gelukt. Eindelijk. Zeg maar, Frank, dat is toch die tip van de belasting? Rosa, ik heb een half uur geleden een pintje gevraagd. Mannetjes, ik snap het niet, Sana. Rosa, luister. Eigenlijk, ik heb je nog geen koersje gegeven. Nee, ja? Kijk, we hebben nu allemaal ook... Enfin, Frank niet. We hebben nu een klein beetje voor zot gehouden ook. Maar we moeten er niet kwaad voor zijn, hoor. Marianne, haar koffer is nog niet gepakt. Die moet morgen vroeg eens avond hebben staan en haar koffer is nog niet gepakt, hè. Ze moet niet veel meenemen, zeker. Maar Sammeke, je bent niet originele, jongen. Ja, je vader maakt zich natuurlijk veel meer zorgen over waar hij al zijn briefjes moet stoppen, aangezien hij niet weet wat ze gaat meenemen. Ja, Marianne, misschien moet je in een slipje stoppen. Dat zal ze meenemen, hè. Ja, zet je zeker. Het is kinder wel heel warm, heb ik gehoord. Ja, Sammeke, je bent niet origineel en daarbij is echt ranzig, jongen. Ranzig. That's all in the mind, daddy dear. Ja, ik heb morgen Engels, dus ik moet een beetje oefenen. Ja, hij wil dus eigenlijk zeggen, het zit allemaal in het kop. Ja, maar ik weet wat hij wil zeggen. En wel, is dat nu een uur om thuis te komen? We hadden toch afgesproken om samen aan tafel te gaan? Ja, ik ben met Sophie nog iets gaan drinken om onze moeder-dochterbinding te verstevigen. Nou, moeder-dochterbinding en de man-vrouwbinding dan? Vind jij die dan niet stevig genoeg misschien? Ja, maar ja, die kan altijd steviger, ja, tuurlijk. Mama, hij springt me altijd tegen het plafond. Zou je er niet beter mee ophouden? Ja, ik denk ook dat dat beter is, Martien. Mm. Want als je zou weten, hè, wat hij hier vanavond allemaal gedaan heeft... Marianne, deze... Ja, ja. Oké, ik zal het opbichten. Ik ga niet mee op reis. Werner gaat met Lily naar Aruba. Mm. Gedumpt worden voor je beste vriendin. Tja. Oh, maar nee, onnozelaar. Ik heb het daar zelf voorgesteld. Ik vond dat toch een beter idee. Het was gewoon een spelletje. Om te zien hoe jaloers dat ik u nog kon maken. Oh, je bent daar goed in geslaagd, Martien. Want als je zou weten wat hij hier vanavond allemaal... Ja, Martien, merci. Jij, hè? Mm-hmm. Jij bent een patatje, hè? Zijn je boos op mij? Ik boos? Mm-hmm. Kom hier. Hey. Oh, ik voel mijn voeten niet meer. Soms is het zo precies of je meer moet stappen dan anders. Ja. Ik ben bezig. Zo laat nog. Er staat niks op het vuur? Nee, ik heb al gegeten. Jij ging toch koken? Ja, maar ik heb al gegeten, sorry. Maar is er iets, Jan? Nee, er is niks. Ik heb het gewoon druk. Het is morgen deliberatie. Ik moet heel die stapel nog verbeteren. Dus moet ik zomaar zelf iets in elkaar steken? Ik wil nog zeggen, Rosa. Ik vind van gisteren hoe jij dan gereageerd hebt. Ik vond het fantastisch. Ik vind dat echt zeer sportief van. Ja, en je hebt me nogal liegen, ja, de makker. Een Yvette, zeg, weer vlek op haar blouse. Ja, maar en jij echt niks zeggen heel de tijd. Zolang dat maar alles is, dat je verzwijgt. Dat is echt alles. Maar
Ik moet wel zeggen, dacht jij nu echt dat ik er niet tegen ging kunnen, tegen zo'n joke? Ik zou me nu serieus beledigd moeten voelen. En feitelijk, ik bedoel, ik ben toch niet zo'n flauw beest? Nee, maar je bent wel rap beledigd. En jij wilt ook altijd alles weten. Ik wil niet altijd alles weten. Oké, niet altijd. En ook niet alles. Bijna alles. Nee. Jawel. Jawel. Ik ga nu werken. Ciao. Hey, wacht eens even, Waldik. Oh ja, het is iets helemaal anders. Hè. Maar dingen, ik heb eigenlijk heel dringend een winterfrak nodig. En dat konijntje dat Simon aan had, hè, dat grijzeke zo, hè? En wel, dat zink ik helemaal zitten. Wat denk je, maak ik hem gedaan? Rosa, ik heb u net huwelijkscadeau gekocht. Ja, het was tof. Het was heel schoon. Hè? Bedankt nog eens. Hè? Maar natuurlijk, dat is een rok en een blouse. Daar kan ik natuurlijk niet echt mee buiten komen in de winter. Ik heb een winterfrak nodig. Hè? Want ik heb toch altijd graag dat ik er goed voorkom. Denk dan. Morning. Had ik. Ook. Ah, zo goed gezit. Ja, sorry, een binnenpretje. Dat is toch echt... Dat is toch te goed voor deze wereld, eigenlijk. Luc maakt de wijs wat je wilt. Ah. Ah, wacht eens even. We moeten even een babbeltje doen. Hè? Momentje. Sorry. Rosa, ik heb alle slaapkamers gekuist. En de gang. En ik heb zelfs de badkamer gedaan. Hmm. En heb je een studio gezocht of een appartement? Of zijn ze daar zelfs niet meer mee bezig? Jawel. Ik mag deze namiddag naar in gaan kijken. Als het waar is. Ja, natuurlijk is dat waar. Waarom zou ik daar nu over staan liegen? Ik weet gewoon niet of dat iets is. Ik hoop dat je niet te kieskeurig bent. Want het kan echt niet meer, Femke. Ik heb alles, alle kamers nodig. Het hotel zit vol met kerstmis en alle kamers zijn bezet. Femke, kom er dan. We moeten erin vliegen. Zutje, je hebt er geen idee van hoe blij ik ben dat jij niet op dat vliegtuig richting Aruba zit. Allee. Oh, maar ik heb er anders wel een goed idee van. Ja, het is niet zo makkelijk blokken als er twee kamers verder zoveel... ambiance is. Goh, zeg Erik. Ja? Ik zou vaker zo'n truc moeten uithalen. Nee. Dat houdt het spannend. Ja. Je had vlinders in je buik. Ik had zelf gezegd gisteren. Dat is waar, dat was lang geleden, ja. Ja, voilà. Oh ja, lieveke. Raad eens wat ik vanochtend in mijn slipje heb gevonden. Tatarta. Voor mijn allerliefste. Wat heeft dat te betekenen? Ja, zoetje. Dat is mijn manier om te zeggen, als je op Aruba zou zitten, dat ik aan u denk. Hmm. In de hoop natuurlijk dat jij ook aan hem zou denken. Ja. En ik zal uit al uw andere slipjes al die andere papiertjes halen. Oeh, al die andere... Maar Erik! Oh, sorry. Ja, op die manier kan de liefde wel mooi zijn, natuurlijk. Zo'n manier komt er voor u ook nog wel. Ja, nee, dank u. Voor mij hoeft het allemaal niet meer. Mo. Tja. Oh, de... Allee, het is niet dat ik er iets tegen heb, maar dat is nu toch niet van uw gewoonte? Veronique wilde dat ik mee zou eten. Ja, Rosa bedoelt wel dat je hier zou blijven slapen. Ah, zo. Oh, nee, maar dat is zo. Maar ik heb het al met Aisha besproken. Ja, begrijp ik toch niet zo goed waarom hij deze morgen weer belt. Om u te spreken. Zeg, moest je nu nog niet op je werk zijn? Ik mag later beginnen. Ik had het geregeld. Ja, eigenlijk zijn mijn zaken niet. Hè. Sorry, ik heb altijd zo'n grote mond. Ja. Rosetje, schat. Kan ik gemist worden deze morgen? Dat hangt er vanaf als je geen stommiteiten gaat doen. Beloof. Ja, maar wat ga je doen? Zeg, hé. Hey. Ja, maar. Uw boodschap is echt wel aangekomen, is, hè? Oh, toch een grote mond. Dat is waar. Ja. Hey. Hey, dag Aisha. Ah, dag Aisha. Kom zitten. Iets drinken? Ik denk, ik moet zoveel toch terug weg. Scheelt er iets? Het klonk zo dringend aan de telefoon. Nee, er scheelt niks. Je moet alleen geld hebben. Is er al weg? Het is nog zo vroeg. Ja, maar het is een drukke periode. Ik wil op tijd zijn. Hey, en krijg ik geen kus meer? Is dat alles? Je
Ga jij eten maken vanavond? Ik zal het proberen, maar het moet weg. Maar wat is er toch, Jan? Ik dacht dat het dringend was. Maar als het alleen maar daarom gaat, dan moet ik gaan wachten. Wachten? Ik doe niks anders dan wachten. Wachten tot vrijdag. Dan krijg je je zakgeld. Dit kan niet wachten. En het is trouwens koud buiten. Dat had je toch gewoon kunnen zeggen? Hè? Is het zo moeilijk? Hier. Ik ben een slecht vader, Veronique. Maar allee, wat zeg jij nu? Ik ken geen betere. Ik verwaarloos mijn dochter. En ik laat ze met kapotte schoenen naar school gaan, waar ze dan met gelachen wordt. Ik had dat moeten zien. Laat mij maar eens doen. Hier. Dat is voor de koffie. Dank je. Ik heb het gevoel dat ik alles verkeerd doe. Ja, Mo, dat gevoel dat hebben we allemaal wel eens. Daarom is dat niet zo. Aisha, wacht eens even. Hey. Wil je dat ik meega? Shoppen, dat is een van mijn hobby's. Echt waar. En ik heb een vrij goede smaak, al zeg ik het zelf. Ja, anders was ik niet op uw papa gevallen. Hè. Liever niet. Maar zijn ze zeker? Hey, ik weet wel een hele goede winkel, hoor. Als ze heel toffe schoenen hebben. In de Stationsstraat. Ja, nee, echt waar. Hebben ze heel, heel schoon schoenen. Ik zal het onthouden. Ik zeg, aan mannen moeten dat niet vragen, hè. Mannen interesseren zich daar niet aan, die zijn daar niet mee bezig. Mijn papa kan wel voor zichzelf spreken. Maar ik weet wel dat het lief bedoeld is, maar ik heb er gewoon geen zin in. Ik heb trouwens nu examen. Allee, veel succes, hè. Allee, Fieke, doe het goed, hè, meisje. Ja. Kom aan, ik moet dan een boek nog vinden, want ik moet dat laatste hoofdstuk nog doen. Maar alvast, Sofito, kom aan. Succes. Ja, maar pauze, moet je dat doen? Vlak voor je binnen gaat, dan nog eens snel doornemen. Dan zit dat fris in een kopje en dan lukt dat wel. Ja, dat is... Kom aan, maak me eens niet wat zitten dan ik al ben. Ja, maar Sophie, wat voor een mentaliteit is dat nu eigenlijk? Wat zacht? Ja, zeg, rap iets leren, dan valt het door de mand. Ja, maar ik heb mijn punten gehad al gehaald, voilà. Ja, maar dat kan ik niet betwisten, maar als ik nu een vraag zou stellen... Ja, over de stof van vorig jaar is de kans heel klein dat ik dat nog ken. Ja, maar dat is juist wat ik wil zeggen. Dat is de stof niet beheersen. Hier, zeg, Sophie, de boek hier. Ah, ja. Allee, ik zal je wegbrengen met de auto, dat kun je nog eens rap bekijken. Ja. Allee, haast u. Ja. Kom aan. Zeg, heb jij geen examen vandaag? Jawel, maar deze middag pas om 13:30. Oh. Frans Mondeling. En zo te zien heb jij een nachtje doorgeblokt. Dus niet zo van dat rap, hè? Nee, bij die van Frans zou ik inderdaad door de mand vallen. Hmm. Maar ik heb er mijn slaap niet voor gelaten. Hmm. Zie ik er zo uit. Hoe? Hmm. Weet je wel, ja. Maar ja, het zal voor u ook niet zo gemakkelijk zijn, hè? Nu je het hebt uitgemaakt met Femke. Zonder gaat ook, hè, tanteke. Maar ik zou er liever niet over spreken. Ja? Oh, Jenny, kom binnen, kind. Kom binnen in de heksenketel. Examenstress, weet je wel. Ja, ik zou niet weten wie hier het meest zenuwen heeft. De ouders of de kinderen. En ik word zenuwachtig van al hun zenuwachtig gedoe. Oei, Jenny, wat is het? Och, kom eens hier, gij. Hey. Ah. Wat gaat het over? Misschien is dat een fase waar ze door moet? Dit duurt nu wel heel lang, vind ik. Zo opstandig. Ik maak me echt zorgen. Aisha? Opstandig? Amai, als je dat al opstandig noemt. Hier, de expert. Aisha is toch niet opstandig? Ze kan hard zijn, ja, maar ik vind dat wel sympathiek. Ik weet niet of ik daar hetzelfde over denk. Ik zal toch eens serieus met haar moeten spreken. Allee, tot straks. Ik moet gaan werken. Ja. Ah, Femmeke. Maak je een koffie? Ja. Is Eva hier? Ben ik niet goed genoeg? Jawel, je bent heel goed. Heel goed. Nee, het is dat ik Eva juist niet wil zien.
maar dat hoor ik graag. Ze. Ja, ik begrijp er wel niks van, maar fijn, bon. Ja, omdat ik anders serieuze ruzie krijg met mijn broer. Nee, ik kom eigenlijk eens met u babbelen. Zeg, wat is dat nu voor zeven? Nee, je vraagt achter Eva, je wilt ze niet zien. En dan wilde met mij babbelen. Zou je niet beter een ander café gaan zoeken? Ja, dat zou ik misschien maar beter doen. Maarten, wacht eens even. Blijf eens even hier. Jenny, als ik niet beter wist, ik zou nog gaan denken dat jij ook examens hebt. Allee, kind, je ziet er niet uit. Ja. Kijk ook wel eens in de spiegel. Maar ja, ik doe geen oog toe. Willy. Ja. Ik heb hem gezien. In de kliniek. Ik ben hem gaan bezoeken. Maar dat was eerlijk gezegd, dat was geen goed idee. Trouwens, iedereen had het mij afgeraden ook. Ik ook. Ik weet het. Ja. Maar ik zit met zoveel vragen, Marianne. Allee, God weet hoe lang moet die jongen er liggen. En stel dat hij naar huis mag, wie gaat hij je verzorgen? Kun je dat verstaan dat ik daarmee zit? Jenneke, dat is heel menselijk. Ja, maar dat... kun je het een beetje begrijpen, want anders ga ik naar huis. En dan val ik u echt niet langer lastig. Ja, natuurlijk, ik begrijp het. Echt. Maar je mocht me niet kwalijk nemen dat ik met bedenkingen zit. Weet je dat ik kwaad ben op den Dree? Hij had het beter niet gezegd, want hij weet niet, deert. Nu zit ik met problemen en ik weet echt niet wat ik moet doen. En maar beseft er je dat wel? Wat? Want dat hij u met het probleem heeft opgezadeld. Misschien moet je het hem vlak af zeggen. Dat hij het oplost. Ja. Ik ga er vanmiddag naartoe. En jij weet dus van niks. Nee, maar echt niet. Want echt waar, ze Maarten. Hij doet echt heel raar de laatste dagen. Heeft hij me gevraagd van mij te komen spioneren? Want anders mogen we hem gerust gaan vertellen dat Werner weg is voor 2 weken. Evake, je hebt het helemaal verkeerd voor. Jan heeft mij juist verboden om hier nog te komen. Ja. En je zit hier toch? Ja, op zich. Het is het enige café op weg naar de Nif. Ja, geloof ik niet. Luister, Eva. Als Jan hoort dat ik hier zit, ja, dat ik zelfs met u praat, dan gaat hij deze keer kwaad zijn op mij. Ik heb het gevoel dat iemand hem heeft opgestookt, want hij doet echt heel moeilijk. Tja, zul jij wel best weten waarom, hè? Mon fazig. Ja, Eva, maar misschien heb je weer iets gedaan dat hem jaloers maakt. Allee, die Werner, waar is die trouwens naartoe? Naar Aruba, mijn vrouw. Ja, wel, misschien omdat uw afscheid met Werner nogal heftig was. Oh, zeg. Er is zelfs geen afscheid geweest, Tafa. Ik ga verder werken. Zeg, Evaatje, wat moest je Maarten nu weer weten? God, Maarten, je kunt de mensen overschieten. Je hebt toch geen slecht geweten? Wat kom je doen? Ik kom van Tersmissen. Nee, het was niet om te spioneren. Maar ik heb eens met Eva gesproken. Of ja, beter, zij met mij. Waarover? Over u. Eva maakt zich zorgen omdat jij nogal raar doet de laatste dagen. Hoe raar? Wat zou ik nu raar doen? Als er iemand raar doet, dan is zij het. Wat bedoelt je daarmee? Heb jij haar misschien bespioneerd? Heb je iets gezien dat je liever niet had gezien? Er is niemand, hoor. Ah. Dree. Ik moet u spreken en het is heel belangrijk. Over Willy. Ik heb nu geen tijd, ik moet aan mijn spreekuur beginnen. Dan ben ik uw eerste patiënt. En patiënten mocht je niet weigeren, of wel?